Wij zijn terug richting AZ Zeno uitgekomen. Inderdaad, je weet waarom. Wij willen graag de update COVID-19. Bij ons opnieuw Bart De Waele, directeur zorg. Ja, we moeten met cijfers beginnen, hè, want die zeggen toch veel. Ja, nu, het gaat niet exponentieel snel in ons ziekenhuis, maar het gaat toch geleidelijk aan vooruit in die zin. Dus dat wij op dit moment een kleine 30 patiënten opvangen. Dus dat zijn zowel intensieve patiënten als niet-intensieve patiënten. Hoeveel van die 30 zitten er dan op de intensive care? Op vandaag 7. En daarvan zijn toch een groot deel beademd. Ja. De capaciteit van het ziekenhuis is nog lang niet overschreden dus? Wij zitten nog niet op onze maximale capaciteit, maar het is wel duidelijk, dus iedere patiënt die erbij komt, is er eigenlijk één te veel. Het is voor het personeel op vandaag niet evident om die zorg nu er te gaan bijnemen. We doen dat uiteraard, maar er wordt op dit moment heel veel van het personeel gevraagd. We zien ook dus dat de ziektecijfers bij het personeel zelf ook aan het stijgen zijn. Dus het gaat echt een uitdaging worden om de komende weken de bestaffing rond te krijgen. Dat was eigenlijk een stukje mijn volgende vraag. Hè. Het eigen personeel, Zeno, ja, worden ook tussen aanhalingstekens slachtoffer. Is dat in grote getalen al? Is dat argwanend? Cijfers kan ik daar nu niet op plakken, maar er zijn er in ieder geval een stuk meer dan in de eerste golf. Zowel bij artsen als bij medewerkers. Hoe dat zal evolueren, ja, we moeten ervan uitgaan dat het virus op vandaag overal zit. En dat iedereen overal kans maakt om besmet te worden. Is er daar een oplossing voor? Er en der hoor ik dat men richting vrijwilligers kijkt. Denkt AZ Zeno daar ook aan? Wij zijn op dit moment zijn we al bezig met andere mensen in het ziekenhuis aan het inschakelen. Wij hebben contact opgenomen vorige week met de hogescholen. Dus die de opleiding verpleging organiseren. De stagedocenten hebben deze en volgende week geen lesopdracht. Dus misschien zijn er daar een aantal mensen tussen die willen meewerken. Dat is ook zo. Dus er zijn er een 5-6 die zich hebben aangemeld. En het is op die manier dat we alles zo creatief mogelijk gaan moeten oplossen. Oké. Toch nog voor alle duidelijkheid even onderstrepen dat diegene patiënten met welk kwaal of kwaaltje sowieso toch nog altijd richting ziekenhuis moeten uitkomen. Hè? Een patiënt kan met elke kwaal naar een ziekenhuis gaan. Laat dat duidelijk zijn. Het is absoluut niet verboden als u thuis niet COVID-symptomen hebt en u maakt zich ongerust, dan kan u gerust contact opnemen met uw huisarts of richting het ziekenhuis komen. Anders, ja, verdachte kwalen zijn koorts, hoesten, algemeen onwelzijn. Kortademigheid zit daar ook wel bij. Denken dat een ziekenhuis een broeihaard is, is eigenlijk een fout inschatten. Een ziekenhuis is op vandaag een veilige omgeving, maar ook op andere plaatsen is het veilig als iedereen zich maar aan de basisregels houdt, mondmasker aandoen en afstand houden. Nog iets over het bezoek, daar is ook een aanpassing, hè? Ja, dus wij hebben het bezoek beperkt vorige week, dus op woensdag en vrijdag namiddag. Wij hebben deze morgen opnieuw crisiscel gehad, dus daar wordt het bezoek opnieuw aangepast. Dus wij gaan naar 1 keer bezoek per week op zondag namiddag. En dat gaat in vanaf deze week. Dus deze week laten wij nog bezoek toe woensdag namiddag en vanaf dan is het elke zondag namiddag. Alweer bedankt voor de toelichting en graag tot later. Met veel plezier.